zijn vandaag in Orbe, Zwitserland, bij het Nestlé Professional Beverage Center. En we gaan vandaag meer horen over een nieuw product, namelijk Nescafé met microgrinds. Nescafé met microgrinds is onze beste oploskoffie, onze beste blend, nu samengevoegd met vers gemaalde koffiebonen. Dus de verbetering is dat het niet enkel maar oploskoffie, de echte goede oploskoffie dat iedereen kent, maar nu met toegevoegde bonen heeft het nog een intensere smaak, een beter aroma en in het algemeen een zeer verbeterde beleving. Koffie speelt in Nederland een belangrijke rol in ons dagelijks leven, zowel thuis als op het werk. Het is een moment van samenkomen. We zien al een aantal jaren een toenemende trend in de kwaliteitseisen die de consument stelt. Dus we zien dat we thuis een steeds betere kop koffie drinken. En dat daardoor ook de kwaliteitseisen van de koffie op de werkvloer steeds hoger komen te liggen. Donc maintenant nous utilisons le Nescafé micrograin pour donner une autre texture au café et une valeur ajoutée. Maintenant nous utilisons le micrograin pour avoir une meilleure qualité en tasse de café. Niveau crème et rendu de goût, il est meilleur. Ce qui donne plus de qualité premium aussi pour la machine et pour le micrograin. Avec, nous pouvons faire du latte art, ce qui donne aussi une valeur ajoutée. In de horecazaken, thuis, is mens gewoon gewend aan hele goede kwalitatieve koffie. En verwacht dat ook in een ziekenhuis of op kantoor. En die Nescafé met microgrinds speelt op die trend om een veel betere beleving en een betere koffie te bieden. Met toevoeging van gemalen koffiedeeltjes aan de oploskoffie probeert Nescafé met dit product, Nescafé Microgrinds, een innovatie door te voeren in de oploskoffiemarkt. En wat het smaakverschil is, dat laat ik aan u over om te proeven.